In Hoorn raakten vanmiddag zo'n 90 mensen bevangen door de hitte bij het sportevenement Ironman. Zo'n 2000 mensen hadden zich voor de triathlon ingeschreven. Er waren al maatregelen genomen omdat vooraf al duidelijk was dat het heel heet zou worden. Dus wij hebben in de voorbereiding de afgelopen week ons protocol natuurlijk opgeplust. Met meer water, meer ijs, meer controles. Dus dat hebben we al gedaan vooraf. Maar dat kon uiteindelijk toch problemen niet voorkomen. Extra zieke auto's werden opgeroepen na de eerste meldingen dat verschillende mensen onwel waren geworden. Ik heb vandaag niet beelden gezien die ik de voorgaande jaren niet heb gezien. Dus ik heb wel, mensen hebben het zwaar en er zijn meer mensen die werden gelijk gekoeld met een handdoek in hun nek en naar het water toe. Maar het was niet een extreem ander beeld dan de drie voorgaande edities. De meeste mensen konden gelijk worden geholpen, maar 8 mensen moesten toch naar het ziekenhuis. In een Zweedse attractie.